Dames en heren, welkom op mijn kanaal DaVinci Games. En ik had vorige keer een video gemaakt over de 1.8 update. Maar ik heb uiteindelijk door hulp van grote vrienden eventjes iets gevonden. En dat is daar in het water. En wat er precies zit, is, dat zie je na het intro. En wat er precies inhoudt, dat zie je na het intro. Okay, people, let's go to work. Best wel spannend allemaal. Ik ga voor het eerst zien. Ik heb gehoord dat er hele nieuwe dingen in te vinden zijn. Het is dus de tempel die onder water is. Nou, ik ben al in Game Mode 1. Dus je ziet dat de nieuwe beesten omheen zitten. Dat zijn natuurlijk de hele enge monstervissen. Guardians heten die natuurlijk. De Guardians moet ik ze eigenlijk noemen. En die vermoorden eigenlijk de inktvissen omheen. Ze maken hele aparte geluiden. Ik ga proberen om in die tempel te komen. Ik heb dit echt serieus nog nooit gezien. Ik ben heel benieuwd. Het zit echt vol met mobs zoals je ziet. Ik heb Night Shift aangedaan. Dat is het beste wat je namelijk kon doen. En ik ga kijken hoe dit eruit ziet. Ik kan beter vliegen, want het gaat iets sneller. Ik weet het. En jullie zien het hier. Een tempel. Ik ga naar binnen. Mijn Night Shift raakt uitgeraakt. En hier zie ik een ingang waar we heen kunnen. Ik loop door. Apart. Heel apart. Ik ga door deze Atlantis grot. Zo mag ik het eigenlijk wel noemen. En gelukkig dat er licht aan staat. Waar kunnen we heen? We kunnen hierheen. We zien alleen maar vissen. En hele aparte dingen binnenin. Ongelooflijk. Oh, dat was creepy, of niet? En we gaan zoeken. Want misschien kunnen we wel iets nieuws vinden. Nou. Holy crap. What the hell? Ik schrok me dood. Gelukkig stond het geluid niet heel hard hier in game. Ik kan het wel wat harder zetten. Nee joh. Gewoon een scare jump gewoon jongens. Oh, dit is echt heel creepy gedaan. We gaan door die grot heen. En zoals je ziet is dat met die block ID's zijn het echt... Ja, is het echt fantastisch gedaan. Wow. Damn. Dat is de baas. Het is een baas jongens. Kijk dan. Wow. We gaan verslaan. Een grote visbaas. En hij dropt een sponge. Oké, nu weet ik gelijk dat daar de sponges uitkomen. We gaan verder zoeken. Want het gaat echt helemaal door. Ik ga het even vragen aan de mensen hier in de kanaal. Hallo. Was die grote baas, was dat het grote visje? Ja. Ja, die witte. Oh, wow. Ja, hij had niet echt een naam. Er kwam niet echt een bosbar kwam er in beeld. Nee, het is, ja, ik weet niet. Het is niet echt een bos, maar hij is wel huge. En ik was een keiharde scare jump. Echt waar? Ja, ik schrok me net helemaal te barsten. Er kwam ineens een grote vis voor mijn beeldscherm en een hard geluid. Ja, vanwege die... Het zijn een soort elektrovissen of zo. Ik weet het ook niet. Raar, joh. De doden trouwens ook inktvissen. Ja, klopt. Ja. Nou, bedankt jongens voor de hulp. Want hier zat die grote vis in die tempel. Ik weet ook niet hoe je eruit zou kunnen komen uit die tempel. Het is echt een groot doolhof. Maar die lichten maken doen het wel, zeg. En dit zou echt heel tof zijn voor Atlantis in ons gebied. Ja, zeker. Echt heel gaaf. Nou, 1.8, heel vet. Een nieuwe baas. Zoals jullie zagen, een grote mob. Ik kom er niet meer uit. Ik graaf gewoon even een... Naar buiten zo. En we gaan nog één keer even zien hoe het eruit zag. Kijk eens, een hele grote tempel onder water. Geef vooral een like achter voor deze vette baas. En doei doeg!